Welkom bij een nieuwe aflevering van Game News. Het is vandaag dinsdag 19 november 2024. En mijn naam is Chris. Helaas, ja, er is niet heel veel nieuws, maar het nieuws wat er is, is natuurlijk heel erg belangrijk. En dat ga ik jullie doorgeven. We beginnen vandaag met de Game Awards. Elk jaar is er in Amerika een Game Awards show, waarin games Game of the Year worden, games Most Anticipated worden, beste grafische game en zo worden toegekend. Er zijn weer heel veel nominaties naar buiten gekomen. Maar ik ga er eentje eventjes doorgeven. En de rest kan je natuurlijk kijken in de video die in de beschrijving staat. Dat is namelijk de Game of the Year. Dat gaat tussen Astrobot, Balatro, Black Myth Wukong, Elden Ring, Shadow of the Artry, Final Fantasy VII Rebirth en Metaphor ReFantasio. De Game Awards Show wordt gehouden. Aanstaande 13 december is het dan hier om 1:30 s'nachts tot en met 5:00 s'morgens. Dus dat wordt in ieder geval heel vroeg je wekker zetten als je deze show wil kijken, wat echt heel erg leuk is overigens. Het zal mensen wel opgevallen zijn. Ineens was daar natuurlijk na Season 1 allerlei tokens terug in Call of Duty Black Ops 6. Tenminste terug, ineens de tokens die niet zouden komen vanuit MW2 en MW3 waren er wel in Black Ops 6. Dit was natuurlijk een foutje en Treyarch heeft meteen een patch erop gegooid zodat ja, alle tokens weer weg waren. Daarna kwam natuurlijk uit de community ja, heel veel negatieve berichten van hey, dus toch kunnen die tokens komen naar Black Ops 6. Waarbij Treyarch heeft gezegd van hey, ja, dat kan wel, maar er komt dan wel een instabiliteit in de game. Dus als we dat eventueel terugbrengen, en dat zijn ze dus nu dus schijnbaar van plan, dan moet het wel heel erg goed getest gaan worden of het goed werkt. Want ja, als je wil natuurlijk niet hebben dat de game gaat crashen of zo. Op dit moment de tokens kan je wel gebruiken, maar er is een foefje voor. En die is ook door Treyarch naar buiten gebracht. Je start gewoon een Warzone op. Je selecteert je tokens die je wil inzetten. Dus je dubbel weapon XP, je dubbel battle pass XP misschien die je hebt. Misschien je dubbel XP natuurlijk. En sluit Warzone af daarna. Start Black Ops 6 op. En dan kun je genieten van de tijd van je tokens. Daarnaast is er nog een leuke easter egg toegevoegd aan Call of Duty Black Ops 6. En dat gaat om de map Nuketown. Want, nou, dat is al eerder in andere Black Ops delen geweest. Als je de hoofd eraf schiet van de poppen, dan komt er, ja, dan gaat er iets gebeuren. Nou, in dit geval krijg je een videofragmentje en dan zie je allerlei posities met de camera van Nuketown. Daarna kun je weer gewoon spelen. Maar wat gebeurt er dan? Ineens gaan al die poppen lopen en die ga je ook aanvallen. Wil je deze clip zien? Check je eventjes de beschrijving. Je wordt dan naar X toegeleid. En daar zie je de video. Eindelijk is het zover. Rainbow Six krijgt een volledige crossplay. Ja, dan denk je misschien van Rainbow Six, maar die game is al heel oud. En dat klopt. Oh ja, en was toch al crossplay? Ja, ook dat klopt wel. Maar het volgende. We zijn ondertussen aangekomen bij jaar 9 van deze game. Season 4, want dat gaat binnenkort beginnen. Ja, daarin komt dus volledige crossplay in de game. Het was al mogelijk om tussen consoles te gaan spelen en tussen PC en Luna. Amazon Luna is dat. Maar het was niet toch mogelijk om tussen PC en consoles te spelen. Nou, dat gaat er dus ook in komen. Ubisoft heeft wel gezegd van, ja, let wel op. Zit er één iemand in je lobby die op de PC speelt, dan speel je tegen allerlei PC-mensen. Dus ja, wil je dat niet, dan moet je daar wel op gaan letten natuurlijk. Het nieuwe seizoen gaat Operation Collision Point heten. En het belangrijkste wat erin gaat gebeuren is dat er een variant komt van de Shield van Blackbird. En je kan dan vanaf clearance level 50 skins vrijspelen in Siege Cup. Wil je meer info weten? Check de beschrijving naar Ubisoft en naar de nieuwe trailer. Assassin's Creed Syndicate heeft een update gekregen. Jawel, deze game kwam alweer uit in 2015. Dat is ook alweer een tijdje geleden. Maar deze game heeft dus een update gekregen, zodat je in 60 fps kan spelen op je PlayStation 5 en je Xbox Series X. 60 fps en 4K om precies te zijn. En daarnaast blijft de Xbox Series S gewoon op 1080p. De update is 31,8 GB op Xbox. Jawel. En let op PlayStation is je maar liefst
0,75 gigabyte. En er komen nog meer DLC's uit voor Astrobot. Ja, er zijn 5 nieuwe speedrun maps uitgekomen voor deze game. Maar hoogstwaarschijnlijk komen er nog meer maps voor uit. Want het volgende is zo. Op Reddit staat namelijk vermeld de naam Tomba. En in de credits worden er ook allerlei dingen vermeld die nog niet in de game zitten. Zoals Rayman, Assassin's Creed, Beyond Good and Evil, Worms en Croc. Dit alles vind je op de Reddit-pagina in de beschrijving. En wordt Sophie Turner de nieuwe Tomb Raider? Ja, er gaat namelijk een Tomb Raider-serie uitkomen op Amazon. En het hele verhaal is nog niet bekend, maar ze zijn nog zoek naar mensen ervoor natuurlijk. Wie is Sophie Turner? Nou, misschien kennen jullie haar wel van Game of Thrones. Daarin speelde zij namelijk Sansa Stark. Op dit moment is zij namelijk eerste keus. En het laatste nieuwtje van vandaag gaat over Infinity Nikki. Deze free-to-play game komt op 5 december uit. En een trailertje staat in de beschrijving. Het is een puzzelgame en je moet daarin outfits verzamelen. De game gaat uitkomen in ieder geval op de PlayStation 5, de Epic Game Store, iOS en Android. En er is ook nog een speciale extra uitbreiding mogelijk voor deze game. Die kun je aanschaffen dan wel voor €9,99. Maar dat is dus niet nodig per se. Dit was weer het game nieuws van vandaag. Natuurlijk komen er nieuwe shorts aan. En volgende week is er weer een gewone aflevering. Like even deze video. Dankjewel voor het kijken. Bye bye.